is het, lessenaardak. Bij, daar liggen de thermische zonnepanelen op. Die produceren hier de warmte. Boven de zonnepanelen de stroom. Dan hier langs is de kas. Daar verbruiken we warmte in. Daarachter is het zwembad. En daar is de loods. En dat wordt allemaal warm gemaakt met het thermisch dak waar daar te zien is. Deze die hebben geen warmte nodig van het energiedak. Die hebben zelf een lekker warme jas aan. Op deze computer volg ik nagenoeg dagelijks waar de hoeveelheid warmte die ik in voorraad heb. Die wordt in een buffertank opgeslagen. Die buffertank is 180.000 liter groot. En daar kan je enorm veel energie in voorraad in opslaan. Dat is gunstig als je zo'n grote opslag hebt. Want dan kan je ook in koude periodes kan je de tijd uitzingen. Hier kan ik de voorraad warmte aanzien. En dan weet ik precies waar dat er geproduceerd wordt op het zonnepanelendak, op het thermisch dak. Ik heb heel veel gemeten, getallen opgeschreven hoeveel gigajoule geproduceerd wordt. Bij welke buitentemperaturen. Hoeveel warmte er dan in de buffertank komt. En daar heb ik allemaal gemeten. Daar heb ik goed bijgehouden. En daardoor heb ik ook de software gedeeltelijk aan laten passen. Dat interessant is wanneer je het meeste produceert bij welke buitentemperatuur. Met het systeem van RNR wat ik aangeschaft heb, bespaar ik op jaarbasis zeker 10.000 euro energiekosten.